Vraag een willekeurige persoon naar Kaukop en niemand heeft een idee. Maar het is een gigantisch bedrijf wat in bijna alle handsets zit en die de chipset maakt. Wat de toekomst is van mobiele telefoons kun je hier zien op de stand. Wat zij nu aan het maken zijn, zit over 3 jaar in de telefoons en ik ga mijn rondleiding geven over de highlights van de Qualcomm-boef. Qualcomm heeft een processor die in ontzettend veel telefoons zit. En die processor komt met een nieuw type, de A20. En daar zit veel meer support in op de manier waarop wij denken en om allerlei patronen te herkennen. Bijvoorbeeld handwriting. Die processor is heel geschikt om handwriting te doen. Ook heel geschikt om picture recognition te doen. Om te herkennen of je in de natuur zit, of je binnen of buiten zit. En ook om op een gegeven moment patronen zoals malware te ontdekken, dat goed zijn of slecht zijn. Dus daar komt op een gegeven moment, einde van het jaar, komt er een nieuwe processor. De A20 komt uit en het komende 2 jaar zal dat overal in nieuwe telefoons tevoorschijn komen. Een groot item hier is Connected Cars en Qualcomm heeft een voorbeeld gemaakt samen met QNX. En dat is de Maserati, een heel klein leuk autootje van €250.000. De spiegels zijn nu camera's. Overal zit 4G, er zit wifi in de auto. En het grote scherm, wat ongeveer 2 keer zo klein is als mijn Tesla, kan in 3 gedeeld worden en om allerlei intelligente informatie naar je toe te krijgen. Een voorbeeld, maar dat is wat gewoon in alle auto's gaat gebeuren. Virtual reality brillen zijn ontzettend populair, iedereen komt ermee. Maar hoe maak je nou content? Qualcomm die maakt een gewone camera, voegt daar een afstandmeter aan toe en maakt meteen een 3D-model, zodat je er gewoon in rond kunt lopen en in die virtuele bril helemaal in die wereld kunt zijn. Chipsets die binnenkort in de telefoon komen. We zijn lekker aan het bellen en we zijn met 4G aan het bellen en we komen ons huis binnen en de coverage valt weg. We schakelen over naar wifi. En dus Qualcomm heeft een chipset waarmee dat gewoon allemaal mogelijk gemaakt wordt. Helaas zit dat standaard niet in Samsung, zit het standaard niet in iPhone. Dus het zit vooral in hele specifieke operators. Dus het is nog geen wereldstandaard. We hebben heel erg veel connectiviteit en base stations nodig. En dan zit je soms met te weinig frequenties. Wat Qualcomm ook laat doen is dat je de frequenties van wifi, 2,4 GHz en 5 GHz, kunt gebruiken. Daar hoef je geen licentie voor te hebben, maar daar kunnen ze gewoon 4G over laten zien. En dan heb je in voetbalstadions, kun je gewoon even voor die korte tijd wel allemaal mensen veel bandbreedte geven. Scanners, vingerscanners. Vaak een probleem als de vingers nat zijn of vuil. En er komt nu, Qualcomm komt met een ultrasound scanner. En als je die erop houdt, die vinger, dan kan die door glas heen. Hij kan onder het glas gemonteerd worden. Hij maakt niet uit of je vingers vuil zijn of je vingers nat zijn. De security is eigenlijk veel beter. Hij is even duur als een capacitive scanner. En de eerste devices komen tweede helft dit jaar al uit. Dus gewoon een veilige vingerscanner die snel en effectief werkt. En zeg maar, het maakt niet uit of je natte handen hebt. Qualcomm blijft toch interessante dingen doen. Slimme processoren die denken als ons brein. Handscanners die door gewoon vuil en water heen gaan. De Internet of Things, Connected Cars. Alles gaat gewoon in die telefoon komen dankzij die hele goedkope chipsets die in alle handsets tevoorschijn komen. Dit was de toekomst over 3 jaar.